Vandaag ga ik jullie uitleggen wat ik anders doe in de herfst dan bijvoorbeeld in de zomer, winter of lente. Want het is natuurlijk een heel temperatuurverschil. Tijden worden weer anders, het regent meer, soms is de zon er. Heel wisselvallig is het dan. En ik ga jullie erin meenemen wat ik anders doe in de herfst. Na de herfst komen de paarden natuurlijk weer van de wei op stal. Want in de zomer heb ik ze altijd lekker op de wei staan, want dan is het zonnig en warm en lekkere grasjes. Maar er kunnen natuurlijk ook wormpjes tussen zitten. Dat willen we niet hebben. Dus na het weideseizoen, dus de herfst, zetten zij weer op stal. Dan krijgen ze een mestonderzoek. Dat kan je bij de horsestoor laten doen of bij een dierenarts. Wij laten het meestal bij de horsestoor doen. Gewoon omdat het lekker dichtbij is. Dan komen we erachter of er wormpjes in zitten, ja of nee. Heb je wormpjes, dan kan je ze een wormkuur geven. Sommige stallen geven gewoon alle paarden een wormenkuur, maar als ze het niet nodig hebben, is het denk ik ook niet van toepassing om een wormenkuur te doen. Dus mestonderzoek bij de horsestoor en dan eventueel een wormenkuur. Er gebeuren ook veel dingen met weerstand van een paard, want het wordt minder lang licht. Dus dat is voor de hormoonhuishouding wat lastig, omdat een paard dan hun biologische klok weer even aan het werk moet zetten. Daardoor hebben de lever en de nieren hebben het wat zwaarder, omdat er afvalstoffen erbij komen en dat is heel erg onhandig. Maar wij hebben de detox mix van Vitalstel en dat helpt met het ondersteunen van het afbreken van alle afvalstoffen. Blom krijgt al heel het jaar door oerbalans, waardoor ze alle vitamine, mineralen en voedingsstoffen goed kan opnemen. En de detox mix helpt daar ook heel erg bij, want die kan ze ook goed opnemen daardoor. Blom heeft ook heel veel vachtwisseling, dus zit in de rui. Daarvoor is het ook heel handig. Als je paard geen supplementen krijgt, dan is een vitaminekuur altijd handig. Maar Blondie staat natuurlijk al op de oerbalans, dus dat heeft ze niet nodig. Detoxkuurtje is wel erg handig voor nu. Ook is het belangrijk dat je oplet wat je paard wel en niet eet. Want er kunnen bijvoorbeeld eikeltjes of bladeren of zaadjes op de grond liggen waar paarden heel erg allergisch voor zijn. Bijvoorbeeld van een estornplant. Estomboom is het, sorry. En daar kunnen blaadjes van afvallen. Als een paard dat opeet, kunnen ze daar echt wel een hele erge spierziekte aan overhouden. Of bijvoorbeeld groene eikeltjes. Als ze dat opeten, kunnen ze koliek van krijgen. Of diarree. En dat willen we echt niet hebben. Dus pas heel goed op met wat je paard wel en niet eet. Ons Veronetje, die staat al meer dan een jaar op het land. Die is daar lekker oma aan het zijn, dus een senior paard, maar we houden het gewoon op oma en opa paarden. Die moeten wel een soort nadenken al, want die leven nu weer in de pure natuur in plaats van in de stal met lekkere dekentjes erbij. Verona die moet zich een soort dik eten. Ik zou zeggen, paarden moeten niet dik zijn, dat klopt. Maar ze moeten een soort voorraadje hebben voor de winter. Want in de winter wordt het kouder en dan moet ze wat meer eten. Omdat ze dan wat vet op de botten heeft en bij de spieren. Nou, niet dat ze nog zoveel spieren heeft na zoveel op het land staan. Maar het gaat erom dat ze een soort vetlaagje moet ontwikkelen. Omdat ze zichzelf warm moet houden. Omdat ze daar niet werken met dekens. Natuurlijk zijn de vachten die wat dikker worden en dunner met winter en zomer. Maar toch is wat vet wel heel erg handig. Senior paarden, dus opa en oma paarden, die moet je dan wat meer ruw voor geven. Dan kunnen ze zich lekker warm eten. Wil je wat meer weten over senior paarden over heel het land verdeeld zijn? Daar lezingen over. In de herfst heb ik veel verschillende laagjes aan die ik uit kan doen. Want als ik aan het rijden ben, is het natuurlijk heel erg warm. Maar, nee, ja, is het heel erg warm. Maar als ik gewoon op stal ben, is het heel erg koud. Dus als ik aan het rijden ben, doe ik alles uit. Nou, niet allemaal. Maar heb ik genoeg laagjes dat ik tijdens het rijden het ook gewoon op normale temperatuur kan hebben. Ik heb tijdens de herfst heb ik wel een lekker warme broek aan. Dit is een thermobroek van Montar. Die mij ook lekker warm houdt. Deze is waterafstotend en heeft lekker vries aan de binnenkant. Ik ga nu weer snel mijn spullen aandoen, want ik ga niet rijden en ik heb het heel erg koud. Paarden gaan weer terug van wei naar stal toe. Dat komt omdat niet alle weides geschikt zijn om heel het jaar op te staan. Maar dan moet je wel heel erg oppassen alweer met de voeding. Blondie die houdt in ieder geval van gras. Maar in het gras zit meer bijvoorbeeld eiwitten en suiker dan dat in hooi of kuil zit. Dus dan moet je de voedingswaarde moet je goed in de gaten houden van het hooi en kuil. Ook geven we Blondie in de winter meer
brokvoer dan dat we doen in de zomer, omdat ze makkelijker aankomt van gras door het suikergehalte in het gras. Dus in de zomer geven we er minder en zo en zo. In de winter geven we er meer en de zomer geven we er minder. Blondie is een echte sportspony, dus die wordt geschoren, nou ik scheer haar, in de winter herfst. Omdat ze een hele dikke vacht aanmaken. En tijdens het werken kan dat nadelig zijn, omdat ze heel erg veel zweet. Dan ga ik haar scheren. Maar als we er geschoren hebben, dan is ze een soort... De luchtlaag is ze dan kwijt. Tussen al deze haren zitten een soort kleine luchtbelletjes. Ja, dat kan je niet zien, maar daardoor kan ze zichzelf warm houden. Daarom hebben wij een deken. We hebben de light versie voor in de herfst als het wat warmer is. En dan hebben we de 300 gram voor echt in de winter als het heel koud is. Dit is de Power Turnout Therapie Light van Bukas, of course. We hebben altijd twee dekens, dat eentje in de was kan zitten en eentje erop. Want dekens zijn eigenlijk net zoals je dekens die op je bed liggen. Die moeten eens in de zoveel tijd verschoond worden. Gewoon puur omdat dat... Nou ja, schoner is, fijner en hygiënischer. Want paarden die hebben heel veel huidvet. En dan zeker als je ze geschoren hebt, dan zit hier een soort wit laagje op. Nou, en dat willen we eraf hebben, want het is allemaal huidvet. En dan kunnen ze zich minder warm houden. Dus, dat doen wij één keer in de maand wassen met de Bukas Wash. Daar heb je een bepaalde wash voor. Dat het en nog waterproof blijft, dus waterdicht. En dat het zijn warmheid houdt. Want als je gewoon met normale wasmiddel gaat wassen, dan wordt het heel dun. En dan gaat de deken kapot. Nou, en dat willen we niet hebben, want het zijn hartstikke mooie dekens. En die willen we niet kapot hebben. Blondie begint een dikke vacht te krijgen. De wintervacht. Maar ze heeft daaronder nog steeds een zomervacht zitten. Dat zijn alle haartjes die je er met een roskam zo tussenuit poetst. Maar ik scheer Blondie omdat het nadelig kan zijn met het sport. Omdat ze heel erg warm wordt. Dat willen we niet hebben. Dus wij beginnen best wel vroeg al met scheren. En dan blijven we doorscheren tot 1 januari. Dan gaan we niet iedere dag scheren, niet iedere maand, niet iedere week. Maar dan scheren als het nodig is. Want als je de hele tijd een verhouding hebt van dunne vacht, dikke vacht, dunne vacht, dikke vacht. Is heel irritant voor de paarden en voor het afweersysteem. Dus daarom scheren wij als het nodig is en als ze weer een wat dikker vachtje krijgt. Dat doen wij tot 1 januari en vanaf daar moet ze het doen met de vacht die ze op dat moment heeft. Omdat dan de zomervacht eronder zit en de zomervacht die wil je er echt niet afscheren.